lastig. Daar gaat mijn mobiel. Dat is Rebecca. Om te vragen of ik er al uit ben. Ja, hallo schat. Ja, hij draait nog niet natuurlijk, uiteraard. Ook mijn mobiel gaat mee. Daar heb ik dit ding voor. Ik weet niet of jullie dat kunnen. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien, ik zit te baden in het zonnetje. Ja, de zon die schijnt hier, de lucht is blauw, ik ben helemaal dat er gaat blij. Maar in ieder geval, ik wens jullie welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, het is vandaag de 30ste december, nog steeds 2019. En we leven om 10:54. Daar gaat mijn mobiel. Dat is Rebecca, om te vragen of ik er al uit ben. Ja, hallo schat. Lang al. Ik zou net gaan eten en mijn koffie nuttigen. Alles is open. Oké, ik zie je zo schat. Doei. Wat ik zei, Rebecca, om te kijken of ik al wakker was. Ja, ik ben er al lang alweer uit. De dieren hebben eten gehad, et cetera, noem maar op. Ja, dat gaat allemaal door. Maar ik wou proberen Rijka wat kapot te laten scheuren. Maar normaal is een puppy iets om iets kapot te maken. Een doosje. Terwijl niet. Rijka. Wil je niet spelen? Ga je met spelen hoor? Nou ja, ik gooi het allemaal straks zelf wel weg, ja toch? Nee, net wat ik zei, ik zou net gaan eten, maar de zon die staat op tafel. Ik kan niet eens die fatsoenlijk eten hier hoor. Ik moet net achter de boom gaan zitten, dan komt het goed. Maar oké, komt ook wel goed hoor, ja, daar niet van. En het is vandaag, is het dus ook nog maandag. Gewoon een normale maandag. Even normaal. Ja, heerlijk. Even een normale maandag. Ik moet vandaag nog wel vuilniszakken halen. Dat ben ik gisteren vergeten. Eeuwen die gaat water drinken. Rijka kreeg ik met moeite een klein beetje te laten eten. Die wou niet. Ik zei, ja, je moet toch eten, je maag je knort en al, weet je. Maar ze had geen zin, denk ik. Ja, dan begint ze weer. Nou begint ze weer te eten. Het is zo'n kleine boef. Ja, je kan ze niet dwingen. Ze eten wanneer hun willen, wanneer hun behoefte hebben. Kijk, wij eten wanneer wij ook zin hebben. Ja, oké, als je kinderen hebt, dan moet je op bepaalde tijden eten. Maar als dat van de baan is, dan heb ik geen vaste tijd om te eten hoor. Ik eet wanneer ik wil. Gisteravond was ik ook laat, was ik al tegen 8 pas. Ik denk, nou ja, het zal. Ik moet trouwens ook nog oorbellen in. Zien jullie dat? Nou ja, pech. Oké. Goed, dan de boom aan de ene tuut. Ja. Maar ja, dat moet ik dus nog even doen. En ik heb koortsuitslag, als jullie dat kunnen zien. Ja, dat doet zeer. Maar in ieder geval, ik wens jullie in ieder geval een hele fijne middag. Ja, en geniet er maar weer van, want dat ga ik ook weer doen. Het is heerlijk vertoeven. Als Rebecca weg is, ga ik met de kleine meid lekker lopen. Heerlijk. En dan krijg ik een sms'je en een appje binnen. Ik moet ook wachten tot welzorg is geweest vanwege mijn booster. Ja, die komt ook nog. En dan krijg ik eerst een sms'je van, we zijn in aantocht. En dan kan het nog een uur duren, hè? Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga een hapje eten, koffie doen, want Rebecca die komt zo, dus ja. Wie weet, dan wordt er weer een bak koffie. Dus ik zeg, tot later, doei doei. Ja, lieve vrienden, ik sta met mijn jas aan. Rebecca is al lang al geweest. Ja, mijn huisje is schoon. Ik weet niet hoe lang met Karin zitten te kwekken.
via de telefoon net opgehangen. Maar ik ga dus even met Rijka wandelen. Kijk, ik heb dat ding om. Cameraatje zit erin. We zullen het beleven, kijken wat hij doet. Ja, hij draait nog niet natuurlijk, uiteraard. Ook mijn mobiel gaat mee. Daar heb ik dit ding voor. Ik weet niet of jullie dat kunnen. Dat ik ga straks weer een kilometertje, anderhalf ongeveer, maken. Dus we zullen het beleven. Ik weet niet of ik verder kan. Vanwege mijn rug of mijn benen, ik weet het niet. Ik zal Rijka ook inbinden, want die heb ik hier nog. En dat krijgt Rijka om er heen, dat roze. En dan is het te lopen, hè? Ja nou? Waar ben je? Ja, daar. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks. Thank you.
Thank you.